bij Tiffany's Kitchen. Vandaag gaan we maken een groentegerecht en een vleesgerecht bij de rijst. Groentegerecht is courgette. En het vleesgerecht is biefstuk met selderij, Spaans peper. De ingrediënten waar je nodig hebt voor deze twee gerechten zijn olie, vissaus, ketchup mani, sojasaus, sesamolie, sesamzaad, zout en peper. Lemongrass chili spread, die kan als paste gebruikt worden. De lemongrass chili oil, dit eet je dan wanneer alle gerechten klaar zijn. Deze twee kun je verkrijgen op www.tiffanyskitchen.nl. De rijst staat nu al te koken, dus daar heb ik geen kijken naar. Ik ga nu snijden. We gaan nu de groenten voor de bief snijden en de biefstuk gaan we ook snijden. Selderij. Is al klaar. Snijwerk van courgette, snijwerk van selderij, dun gesneden biefstuk, dun gesneden uien, gehakte knoflook en dun gesneden Spaanse peper. We gaan nu koken. We gaan beginnen met groenten, courgette, sesamolie, gesneden courgette. Ketchup mani. Een beetje vissaus. En anders een beetje zout. En peper. Het is bijna klaar, duurt ongeveer 2 à 3 minuten. Het moet een beetje beetgaar zijn, niet te gaar. Nou, dan doe je als laatst Delicious Dutch nog even de sesamzaad erbij. We gaan nu over naar vleesgerecht, biefstuk. Daarbij hebben wij lemongrass chili spread nodig. Die is te verkrijgen op www.tiffanyskitchen.nl. Die is heel lekker. Daar zit lemongrass in, laos, gember en chili. Heel lekker. Olie. Knoflook. Nou, even een minuutje aanbakken en daarna doen we de lemongrass chili spread. Deze vissaus. Zo, een peper erbij. Met selderij en Spaanse peper. Ziet er heerlijk gezond uit. De courgette. Ziet er heerlijk uit.
courgette met sesamzaad. Dat ziet net zo heerlijk uit als in een Japanse restaurant. Het eten is klaar. We gaan eten. Overal bij eten, dus ook bij dit gerecht. Nu erbij. Zo. En dan is het heerlijk. Lekker pittig. Extra smaak. En extra laag. Heel erg lekker. Eet smakelijk. Bon appétit.